deze week wil ik jullie een presentatie geven over een nieuw product wat ik pas dit weekend eigenlijk heb bekeken. En dat is Videoskin. Videoskin is ontwikkeld door een Nederlander. Het is een internetmarketeer, voor sommigen van jullie wellicht bekend. Het is Wilco de Krij. Wilco heeft het afgelopen jaar eigenlijk heel hard gewerkt aan een nieuw product wat het mogelijk maakt om video's binnen Facebook, die binnen Facebook zijn gepubliceerd, eigenlijk te voorzien van allerlei mogelijkheden om daadwerkelijk een hogere conversie, dus meer bezoekers, eventuele potentiële klanten en dergelijke, naar je organisatie of webshop of website te krijgen. Hoe gebeurt dat nou? Nou, eigenlijk zijn er twee dingen die erin heel belangrijk zijn. In eerste instantie is Wilco goed bekend met Facebook. Ook de mogelijkheden van Facebook. Als je gaat kijken naar hoeveel mensen dagelijks Facebook openen wereldwijd, dan is dat momenteel 250 miljoen personen. Dus dat is echt gigantisch. Heel veel mensen proberen dagelijks ook het laatste nieuws te blijven volgen. En ook steeds meer wordt het voor zakelijke doeleinden gebruikt. Dat zie je onder andere door Facebook bedrijfspagina's, productpagina's, etcetera. Nou, om alle kracht uit Facebook te halen, is het vooral belangrijk dat je binnen Facebook opvalt. En val je op nog met standaard berichten, ja, leuk voor familie en vrienden, leuk om een fotootje toe te voegen. Maar wanneer je echt voor 2014 een stap wil maken, dan moet je eens na gaan denken over videomarketing. Wat is dat nou eigenlijk, videomarketing? Ik denk voor velen best wel eng. Want je zult toch als organisatie een video moeten gaan maken die een presentatie geeft, bijvoorbeeld van een product of dienst. Dat kan natuurlijk een product zijn, dan is het wat makkelijker. Dus niet de focus niet zozeer op jou, maar je vertelt een verhaal bij een product, waarom een product, hoe het gebruikt kan worden, enzovoort, enzovoort. Wanneer je het over diensten hebt, dan is het ook heel goed om die diensten video marketing zeg maar in te zetten. Je maakt heel duidelijk wat je kunt als organisatie en wat de dienst precies inhoudt. En dan betekent het niet dat je videopresentaties van seminars of zo moet gaan publiceren, maar echt persoonlijke video's. Dat is ook erg belangrijk, want een nieuwe trend binnen internet marketing en marketing in zijn algemeenheid is toch wel personal selling. Je moet een product eigenlijk zelfstandig kunnen presenteren, kunnen uitleggen. En de doelgroep zal veel eerder geneigd zijn om contact met je op te nemen als ze daar ook gewoon een goed gevoel bij hebben. Maar het biedt ook gewoon veel meer mogelijkheden. Video is natuurlijk een stuk interactiever, dus het heeft ook veel meer kracht als je het goed inzet. Nou, als je nu gaat kijken naar wat Wilco gedaan heeft eigenlijk, die heeft twee platformen genomen hiervoor. Enerzijds de bekendheid met Facebook en de mogelijkheden om daarin zeg maar een stukje marketing te doen die echt optimaal is. En anderzijds de video marketing kanaal YouTube gebruikt. Wat betekent dat? Stel je voor dat je een productpresentatie zou hebben en je zou hem op YouTube plaatsen. Dan is dat eigenlijk al een pre, want YouTube-filmpjes worden ontzettend goed gevonden. En heel veel mensen die uploaden dagelijks wel een nieuw filmpje. En bekijken ook regelmatig weer nieuwe films op bepaalde zoekwoorden. Dus dat betekent dat het een extra afzetkanaal is om ook gevonden te kunnen worden. En bovendien levert het ook vaak nog veel bezoekers op naar je website of webwinkel. Wat je erachter hebt liggen, waar je product eventueel kunt aanschaffen. Maar stel je nu eens voor dat je diezelfde YouTube-film zou integreren in Facebook. Je weet dat Facebook zelf de mogelijkheid heeft om te liken, maar ook te delen. En het voordeel is, als je een goede boodschap brengt binnen je videomarketing, is de kans groot dat de verspreiding binnen sociale media platform Facebook erg groot zal zijn. Hartstikke leuk en nog steeds bijzonder, want zeker voor mensen die hier nog nooit aan begonnen zijn, is het een uitdaging om gewoon een goede videofilm te maken en deze dan dus ook te gebruiken, bijvoorbeeld binnen een platform als Facebook. Maar wat is Videoskin nu eigenlijk? Nou, als je gaat kijken naar Videoskin en we scrollen even omhoog, we gaan Wilco even verlaten, dan biedt het een aantal mogelijkheden die vrij uniek zijn. Voor de mensen die nog niet bekend zijn met opt-in mogelijkheden, eigenlijk op het moment dat je een video maakt, weet je niet precies wie aan de achterkant zeg maar deze video's allemaal bekijken. Dat is moeilijk te zien en het liefste zou je de identiteit van die kijker eigenlijk zichtbaar willen maken. Dus dat de call to action, de manier dat iemand kan interactie kan krijgen met jou als organisatie of persoon, uiteindelijk wordt gerealiseerd.
Nou, hoe kun je dat doen? Traditioneel gezien, zeg maar, kun je onder het videofilmpje een link plaatsen naar je website of naar je webwinkel en dan kunnen mensen dat vinden. Maar stel je nu eens voor dat je binnen die videofilm in Facebook na een verloop van tijd opeens een pop-upje krijgt dat je je kunt inschrijven. De videofilm stopt, dat je je kunt inschrijven voor een nieuwsbrief bijvoorbeeld en dat je daarna de video kunt doorspelen. Dan geef je iets weg en vervolgens bied je een mogelijkheid aan de kijker om zich te registreren of een like te geven of een retweet te doen via Twitter of Google+. Dat is natuurlijk enorm krachtig en dat wordt zeker in het gebied van internetmarketing vaker gebruikt. En dan kijken we niet alleen naar Facebook, maar dan hebben we het bijvoorbeeld ook over de integratie met websites waar videofilmpjes staan. De kans is vrij groot dat veel meer mensen zullen gaan inschrijven voor een nieuwsbrief dan dat je dat standaard ergens op je site hebt staan. Sterker nog, dat is gewoon zo. En wanneer je nog niet bekend bent met e-mail marketing, verwijs ik je even naar mijn site om eens te gaan kijken naar producten als bijvoorbeeld Mailchimp, die een groot gedeelte ook van de inschrijvingen en de mogelijkheden biedt om ook daadwerkelijk nieuwsbrieven te versturen naar een grote lijst van mensen die zich ingeschreven hebben op onder andere als bron een dergelijk videofilmpje. Ze zeggen niet voor niets, de money is in de list. En als je nog steeds denkt dat e-mail marketing zeg maar alleen nog maar iets is waarin je één keer of twee keer per jaar je bestaande klanten een mailtje stuurt met de laatste actualiteiten, dan loop je echt ver achter. E-mail marketing moet je eigenlijk voornamelijk ook richten op prospects. Want je kunt er van potentiële klanten echt heel veel klanten van maken als je dat op een goede manier inricht. Dus als je gaat kijken naar de mogelijkheden, je eigen e-maillist bouwen, sociale media kan geïntegreerd worden. Je moet je voorstellen, deze buttons die kun je plaatsen op je videofilm als een laagje erbovenop. Dat ziet de eindgebruiker niet, maar mensen kunnen dan een share geven. Als ze het leuk vinden, geef je ze direct een waardering. Maar je kan bijvoorbeeld ook een call to action doen. Stel je voor dat je aan het einde van de video graag de mensen wil doorverwijzen naar bijvoorbeeld je website of naar je webshop. Dan kun je daar een mooie button maken met je eigen meldingen erin en dan doorlinken naar je site toe, waardoor je de mensen op de juiste plek hebt gekregen. Er zijn verschillende vormgevingen ook, dat zijn de skins eigenlijk, die gebruikt kunnen worden. Je kunt je bedrijfslogo in feite integreren in de videofilm. En dat met al is vrij bijzonder. Ik heb het eigenlijk nog helemaal niet gezien voor Facebook. En zeker als je gaat kijken wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van virale content binnen Facebook, dan denk ik dat het een fantastische manier is om heel snel zeg maar je opt-in lijst of je call to actions te verhogen naar de product of dienst die jij presenteert. Nou, wat is het unieke aan deze lancering en de reden ook dat ik snel deze video heb gemaakt, is dat er op dit moment een early bird periode is. En dat betekent eigenlijk dat de software die hiervoor benodigd is, eenmalig kan worden aangeschaft voor een lifetime license. En het voordeel daarvan is dat je ongelimiteerd support krijgt, ook updates en dergelijke. Maar je nu de kans hebt deze week om het product aan te schaffen. Nou, doe je dat niet, dan kan je product daarna ook nog steeds gebruiken, maar dan ga je een maandelijkse fee betalen. Totdat je zegt van oké, ik gebruik het niet meer en dan kun je natuurlijk je abonnement opzeggen. Maar de kosten daarvoor zullen naar aanzienlijk hoger zijn dan dat je dat product in één keer aanschaft. Er komt zo aan het einde van deze video ook een link te staan in mijn presentatie, zodat je in ieder geval kunt kijken waar je dit product kunt kopen eventueel als je geïnteresseerd bent. En je kunt daar ook van Wilco een volledige review krijgen over zijn product met ook een presentatie van hoe het werkt. Hartstikke leuk, kijk ernaar. Doe je iets met Facebook, doe je iets met videomarketing, dan denk ik dat dit een hele mooie start is voor 2014 om uiteindelijk je positionering daarbinnen nog sterker te maken en potentiële klanten nog meer te kunnen binden aan je organisatie. Ik wens jullie veel succes en wellicht tot de volgende video weer.